Goedemorgen allemaal. Nou, we komen net van Sonja vandaan en hebben we samenkomst gehad. Jolanda is er ook. We gaan zo naar Linda toe en dan gaan we... Wat gaan we nou ook weer bakken? Scones en een wortelcake. Oh ja, wortelcake. Wortelsaart. Ja, dus we gaan lekker bakken. Dus we gaan zo even... hoe laat is het? We gaan zo weg. Ja, dus we gaan zo naar Linda toe. Hele fijne dag. Ja. Hoi. Goed. Hi. Goedendag. Bij je man. Bijna. Oh, ik heb ze al. Ja. Heel veel. Leuk hè? Druk. Ja. Je hebt er lekker aan de thee. Hè, Jolanda? Ja, water. Oh ja, gekookt water. Ook lekker. Hier staan allemaal dus ingrediënten die we moeten gaan gebruiken in de spullen. Maar we gaan eerst een lekker soepje eten. En wat is het voor soep? Zoete aardappel met pompoen. Lekker hoor. En gember. En dan 40 tot 50 minuten in de vorm. Apart hoor. Lekker hè? Ja, wel een aparte smaak. Mag ik proeven? Ja. Koekje komt later, denk ik. Misschien te veel baking soda. Baking soda proef ik heel goed. Ja, je proeft dat. Ja. Dat heb ik ook. Ik vind het ook niet zo. Nou, het zegt, proef ik dat meteen. Het is lekker hoor. Maar
te druk. Nu komen ze. Nee, hond. Dat is voor de kippies. Hè? Nee. Nee. Voor mij zijn ook zo mooi voor je. Ja, leuk hè. Nou, kijk nou, ze komen binnen. Ja. Is dit van jou? Ja. Oké, okay, dan moeten we dit doen. Ja, is goed. Wat gaan we doen, Linda? We gaan scones maken. Mm, lekker. Dus dat die had ik net opgezocht. Kijk, hier zo. Dan halen we 300 gram meel. Zelfrijzend bakmeel. Hier. Dit is het deegje voor scones. Okay. Nog even goed, de boter is niet helemaal goed erdoor, dus ik laat hem nog even draaien. Ja? Mijn deeg is wat bruin omdat ik kokosbloesemsuiker heb gebruikt. Okay. Ella gaat afwegen. Ja. Wat ga je doen, Ella? Ik ben nu de amandelmelk aan het afmeten, zal ik maar zeggen. Of wegen. Want we zijn scones aan het maken. Mm, lekker. Ja. Die maak ik speciaal voor Sonja. Dus er ligt al een deegje. Ik ga Linda uitzonden. Het is vrij luchtig, dus ik weet niet... Wat Linda gaat nu de scones uitsteken van het deegje. Het is normaal niet zo nattig, dus ik denk dat het door het effect van de amandelmeel komt. Oh. Ja, amandelmelk is waterig, hè? En dat soort prikvormen heb je nu niet meer. Dat is echt zo'n oudje. Ja, die zijn er wel, hoor. Oh. Het worden, ik maak... Maar even checken. Zo, de taartjes schuim. Oh. Even. Ja, ik ga de grote eruit halen. Dan moet ik alles snel doen. Mm-hmm. Dus pas op, ga niet in de baan staan, want dan brand je je misschien. Nee, ik ben dan. Zo. Gauw weer dicht. Wel goed uit, zeg. Ho, 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 ho. Kijk eens. Maar dit kan je toch ook invriezen? Ja, hoor. Ja, hè? Dat zag ik ook al aan. Blokjes maken en dan invriezen. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat mijn deegje wat slap aanvoelt. Dus ik zou, als ik jou was, misschien... Ietsje meer meel of bloem. Ja. Ja. Maar deze voelt gewoon een beetje steviger aan. Kan je het voelen? Nee, dat is goed. Ja, hè? Helemaal goed. Dan heb ik één schepje meer meel gedaan. Dan moet je dat zo doorslaan. Ja. Ik wil jou wel een beetje bloem voor de tweede lui. Er weer vandoor. Poepetje gezien, kostje dicht. Ja. Nou Linda, tot de volgende keer. Maar de volgende keer maar weer, sorry. Ik ging om. Dus, het was leuk, hè? Ja. We hebben alle lekkers. Ho. Ja. Martin, stones, zie je later. Doei. Ja, ik moet wel. Ja, wel. Ja, wel, in principe was het wel. De kijk is lekker, Martin, met de jelle op. Die is ook heerlijk. Ja. Gaan we nog. Doei, doei. Was weer gezellig en lekker. Bedankt. Gauw weer. Is goed. Doei. Doei.